Karel Zwart ontving op vrijdag 4 november uit handen van wethouder Marcel Melissen de erepenning der stad Tiel. De erepenning is een gemeentelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen de gemeente Tiel. De uitreiking vond plaats tijdens zijn afscheid als directeur van de Plantage. Zwart was de drijvende kracht achter opschaling van het cultuuronderwijs in het Gelders rivierengebied. Als directeur van de Plantage heeft hij de samenwerking tussen verenigingen en bevolkingsgroepen op cultureel vlak bevorderd. Zijn inzet voor de Tielse gemeenschap is van grote waarde en staat aan de basis van de nieuwbouw van het cultuurkwartier West-Luidense Poort. Gefeliciteerd, hij is verdiend, enorm verdiend. En wij zijn trots op jou. Dankjewel.